Wat is er gebeurd? Om 1:15 vannacht kwam de melding binnen van een brand hier bij sporthal het tenniscentrum De Poelder in Bijlveld. En dat bleek al heel snel om een zeer grote brand te gaan. Sporthal De Poelder, wat is dat precies? Het is een tenniscentrum met binnen- en buitenbanen en een fitnessgedeelte daarbij. En dat is helemaal afgebrand. Het is een grote hal met voornamelijk balken en de dakconstructie. Is dat ook asbest bij? Nee, voor zover we nu kunnen zien is daar geen asbest bij vrijgekomen en is daar ook geen asbest verwerkt in het dak. Het is een zeer grote brand geworden. Wat kunt u erover vertellen precies? Ja, we moesten meteen in het begin de collega's de keuze maken om of te gaan blussen, het tenniscentrum te gaan blussen, of om uitbreiding naar de manege te voorkomen. En voor dat tweede is gekozen. Een manege, daar zitten ook paarden en noem maar op, zitten daar in een gebouw. Wat is er mee gebeurd? Ja, er zaten 50 paarden ongeveer in de manege. De paarden die aan de achterkant stonden, die zijn naar voren toe gehaald en er is één paard naar buiten gebracht. En door de blussing hebben we die manege kunnen behouden. Weet je iets over de oorzaak? Nee, we zijn nu nog volop bezig met blussen. Team brandonderzoek is gealarmeerd en die komen onderzoek doen naar hoe deze brand heeft kunnen ontstaan. Het is een zeer grote brand. Het is een groot pand. Zijn er ook mensen gewond geraakt tijdens het blussen of noem maar op? Nee, waarschijnlijk was hier niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Heeft het daarom ook zo snel zich kunnen uitbreiden. En er is dus niemand bij gewond geraakt. Met hoeveel eenheden bent u hier bezig? We zijn met in elk geval 4 blusvoertuigen hier ter plaatse. En er is nog heel veel ondersteuning geweest van collega's uit de regio. Omdat er weinig water voorhanden was. In totaal schat ik een 50 man brandweer. Hoe ziet de loop van de nacht eruit? In ieder geval zondag op maandag? Ja, op dit moment is het pand helemaal ingestort, maar het brandt nog wel aan alle kanten. Dus het nablussen gaat zo meteen beginnen en dat gaat nog wel een paar uur duren. Alsjeblieft. Peter, help ik je. Ja.